Um, toen het rapport van Wilders kwam, had ik er extra behoefte aan om, om een, 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 ja, een alternatief neer te leggen. En uh, het is geen onderzoek. We hebben niet een duur bureau gevraagd om een onderzoek uit te voeren. We hebben zelf de beschikbare onderzoeken bij elkaar gepakt en daar een rode lijn uit gehaald. Ja, uh, en wat, wat blijkt? Het kost uh, 4500 euro per persoon als we teruggaan naar de gulden. Dat is een kortere de bocht, de conclusie. Er zijn uh, een drietal onderzoeken gedaan die echt hebben becijferd uh, wat de consequenties zijn van het uiteenvallen van, van de eurozone. Uh, dat heeft het Centraal Plan Planbureau gedaan, dat heeft de Zwitserse bank UBS gedaan en het uh, Nederlandse bank ING. Dus dan gaat u ervan uit dat heel Europa stopt met de euro? Uh, ja, je zet, en niet alleen je zet, Nederland, want daar wilden ze het natuurlijk over. Ja, en dat, dat vind ik een, een lastige uh, conclusie van Wilders. Want daarmee veronderstel je dat het mogelijk is om uit de euro te stappen, maar wel de, de interne markt, hè, dus de, de, de vrijhandel, uh, uh, in stand te houden. En dat kan eigenlijk niet, zegt u. Nou, dat lijkt me heel erg lastig in de praktijk. Want je ziet dan toch dat er, dat er handelsbelemmeringen gaan ontstaan en uh, conflicten gaan ontstaan. En dan is het heel erg de vraag uh, of, of zo'n interne markt, uh, die heel veel welvaart oplevert voor Nederland, als, als kleine open economie, of die interne markt kan blijven bestaan. Nog, ik, kan, ik kan niet 100% zekerheid zeggen dat het zo is. Alleen, ik verwacht dat als je uh, als land uit de euro stapt, dat andere landen zullen, zullen zeggen van ja, wel de voordelen, maar niet uh, de nadelen, zou maar zeggen. Dat trappen we niet uh, in. Daar nee. Nee. was het verwijt aan Wilders dat hij het onderzoek had laten doen door een bureau wat bij voorbaat al uh, tegen de euro was. Is, is datzelfde verwijt ook niet aan u uh, te hangen? Ja, dat daarom... u bij voorbaat voor de euro bent? Ja, daarom zeg ik dat het geen onderzoek is. Het is een, Aha, paper. Het is een paper. Zo komt u ermee weg. Nee, ja, het, is, het is geen trucje. Het is een paper waarin wij onze keuzes uh, op basis van literatuuronderzoek. op basis van publiek beschikbare rapporten. Uh, onderbouwen. Maar en... had het ander, anders uit kunnen vallen, wat u betreft? Nou ja, we zijn hier al twee jaar mee, we zijn hier al twee jaar mee bezig. Dat uh, zou wel leuk geweest zijn. Ja, dat dat, u, dat <laughs> u zei, we gaan terug naar de, naar de gulden. Ja, dat had leuk geweest, ja. Nee, we zijn hier al twee jaar mee bezig. En we hebben het in de tussentijd natuurlijk ontzettend veel rapporten... Uh, en, en, en papers gezien van economen. Uh, dus er is ondertussen een grote uh, bak met informatie... en met cijfers beschikbaar. En dat hebben wij nu geordend in een, in een paper. Uh, ik... Maar Ik ben u, u kunt, als je een paper schrijft, kan je altijd de informatie zo rangschikken... dat het jou goed uitkomt. Dus was schrijft het uw ook wel bedoeling... eens een paper, Ja, he? ja maar <laughs> was het uw bedoeling om het zo objectief mogelijk te doen... of was u vooral op zoek naar uh, toch argumenten voor, u, voor uw opvatting... namelijk dat u pro-Europa bent? Nou, beide, moet ik eerlijk zeggen. De ene is uh, alles op één rij zetten, alle beschikbare informatie op basis waarvan wij vinden uh, dat we verder moeten gaan in Europa. En ook uh, laten zien wat, wat de, de achterliggende uh, redenering is die wij hanteren uh, bij het oplossen van de eurocrisis. Ja.